YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het eigenlijk een hele speciale video, want het is de tweede keer dat ik deze soort video ga maken op mijn kanaal. Het is een erg serieuze onderwerp praatvideo. De vorige video was natuurlijk de pesten video. En vandaag gaan wij het hebben over dromen. Believe in your dreams. Daar gaan wij het vandaag over hebben. De hele serieuze video. En mijn doel met dit soort video's is eigenlijk gewoon jullie inspireren, jullie motiveren, jullie laten lachen natuurlijk. En jullie gewoon een goede tijd geven. Ik hoop dat ik mensen met deze video ga kunnen aanspreken, kunnen helpen, echt kunnen changen. Zeker duimpje omhoog. De inspiratie uit deze video komt bij mij van Ryan. In zijn 10.000 subs video had hij even gepraat over droomwaar maken. En ik dacht, holy shit, daar moet ik een video over maken. Zeker duimpje omhoog. Ik ben Acid. Niks zal zeggen, jongens. Let's do this. Yo, kijkers van mijn kanaal. Ik ben Nathan, ook al bekend als Acid op YouTube. En ik ben een YouTuber als hobby. Erg veel kinderen in de laatste tijd doen YouTube als hobby. Allemaal waarschijnlijk met ongeveer dezelfde reden. En dat is waarschijnlijk bij de meeste bekend worden op het internet. Voor anderen is dat dan weer mensen laten lachen. Voor anderen is het een job, YouTube. Sommige mensen is het de grootste droom die er is om van YouTube je beroep te kunnen maken. Andere mensen dromen er alweer van om profvoetballer te worden. Andere dromen ervan om in een supergrote, nice auto te rijden. En zo kan je blijven verder gaan, want iedereen heeft eigenlijk wel iets in zijn leven waar hij naar streeft. Zoals jullie waarschijnlijk weten, upload ik de laatste tijd veel meer dan voordien. Dat is omdat ik echt heb ingezien dat YouTube bij mij echt iets is waar ik wel voor ga en waar ik echt keihard op wil knallen. YouTube is bij mij nog steeds een hobby. En het is mijn droom. Echt iets waar ik voor wil werken. Om YouTube content creator te worden. De laatste tijd, hoe meer ik in die YouTube wereld terechtkom, hoe meer ik doorheb, hoe harder het is om te vechten en om te blijven gaan voor een droom. Ik heb zoveel dingen laten vallen om voor YouTube te gaan. Ik heb zoveel dingen niet gedaan, zoveel dingen uit de weg geruimd om YouTube te kunnen blijven doen. Ik heb zoveel tijd gespendeerd aan video's kijken, aan werken, om geld samen te rapen, om dingen te kopen, om goed te kunnen verder doen met YouTube. En nu pas besef ik hoe geweldig het is om echt iets terug te krijgen als je er zoveel voor hebt gewerkt. Jullie likes, jullie views, jullie berichtjes. Misschien antwoord ik er nooit op, maar ik lees ze wel. Dat maakt mij zo blij. Dat maakt mij zo ongelooflijk blij. Hoeveel dingen dat ik ook heb moeten laten vallen voor YouTube. Hoeveel keer dat ik al heb gezegd tegen mezelf, zou ik niet beter stoppen met YouTube en weer een leven krijgen? Ik ben gelukkig. Ik ben blij dat ik zoveel werk in YouTube stop. Ik ben blij dat ik zoveel tijd achter mijn computer zit om te recorden, om te brainstormen voor ideeën, om tutorials te kijken hoe ik beter mijn video's kan editen, om te sparen om nieuwe gear te kopen, om de kwaliteit voor jullie te verbeteren. Dat maakt mij allemaal zo blij. En dat is omdat ik er zo hard voor werk en zo'n mooie bedanking van jullie terugkrijg in de vorm van alles. Jullie zijn gewoon geweldig. Het probleem is de weg afleggen naar die geweldige periode is zo fucking moeilijk. Ik heb al momenten gehad dat ik gewoon zin heb om alles van technologie dat op mijn kamer staat gewoon door mijn raam te gooien. Dat ik zin had om gewoon te hopen dat ik nooit met YouTube was begonnen. Om te hopen dat ik die dingen nooit had laten vallen. Maar het zijn net op die momenten waar het allerhardst is dat je moet blijven doorzetten, moet blijven werken, omdat je weet dat je ooit een dag bent begonnen met het gedacht, ik ga YouTube filmpjes maken, ik ga werken en het gaat me lukken. En dan ga jij zeggen op een andere dag, ik kan het niet, ik stop ermee omdat het te moeilijk is. Nee, dat is geen optie. Je moet blijven knallen. Je bent begonnen met het gevoel van, ik kan het, ik ga eraan beginnen. Dan moet je niet stoppen op een bepaald moment. Dan moet je blijven verder gaan. Als jij een droom hebt waarvan je denkt, wow, dat wil ik echt later doen. Zeg dan niet, ik doe het morgen. Begin er vandaag aan. Beleven vandaag. Morgen is toekomst. Gisteren is verleden. Begin er vandaag aan. En zorg dat je morgen er nog altijd mee bezig bent. Elke avond ga ik in mijn bed gaan liggen. Neem ik mijn telefoon. Bekijk ik mijn video om eens te kijken. De comments, de likes, de berichtjes op Facebook, de tweets op Twitter. En dan ga ik gaan slapen. Dan denk ik echt van, wow. Als ik ooit was gestopt, als ik ooit had opgegeven, wat zou ik dan aan het doen zijn op dit moment? De momenten dat je ongelukkig bent omdat iets niet lukt, omdat het zo hard is, omdat het zo lang duurt,
omdat je dingen aan de kant moet schuiven, omdat je dingen moet laten vallen. Die momenten ben je zo kwaad, ben je zo ontevreden over iets, dat je gewoon moet zeggen tegen jezelf van, stop niet wanneer het hard is. Stop als je behaald hebt wat je wil behalen en blijf dan nog altijd doordoen. Mijn quote, die ik zo lang geleden eens heb gezegd tegen jullie. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Jullie, elke kijker van mij, jij kan je droom waarmaken. Begin er vandaag aan. Misschien denk jij van jezelf, ik heb geen talent om dat te doen. Werk er dan voor. Toon dat je wel het talent hebt. Doe het nu. Want misschien heb je nooit meer de kans om het nog eens te doen als je er nu niet aan begint. Je moet niet meteen perfect zijn als je begint. Maar je moet wel ermee beginnen om perfect te worden. De beste manier om je toekomst te voorspellen is om ervoor te werken. En als je ervoor werkt, en als je er hard genoeg voor werkt, dan kan je gewoon zelf een beetje inbeelden van, als ik zo blijf verder doen, dan gaat mijn toekomst zo zijn. Want de moeite die je vandaag in je werk stopt, is morgen de kracht die je hebt om verder te gaan. Om opnieuw die moeilijke, harde tijd te overwinnen en te knallen en te tonen aan iedereen, ik doe dit, ik ben ermee bezig en ik doe wat ik wil. En ik ga alles doen om ervoor te slagen. Ik ga alles doen om mijn droom te laten uitkomen. En dat zijn de dingen die al zoveel maanden door mijn hoofd spelen. De dingen die mij echt laten werken. Die zeggen tegen mij, Nathan, hoe moeilijk dat je het ook hebt, blijf doorgaan. Want opgeven is nooit een optie geweest. Fouten maken is goed. Want als je een fout maakt, betekent het dat je iets aan het proberen was. En je leert uit je fouten. Want als je niks doet, kan je toch ook niks fout doen. En dan heb je nog altijd haters, waar ik sowieso al comments van heb gelezen van, het zijn de haters die mijn motivatie volledig naar beneden halen. Kijk, die mensen, die haters, die praten achter je rug. Er is een reden waarom ze achter je staan. Jij staat veel voor hen. Een niveau is zo laag dat ze niks beter te doen hebben dan jou uitmaken, omdat jij bezig bent met jouw droom te vervullen. Als zij proberen in hun leven, geen flauw idee. Iemand anders afbreken is het laagste wat je kan doen. Maar die mensen moeten er ook zijn, want zo hoor je zelf ook harder. Zo kan je zelf ook zeggen van, hey, jij haat op mij, oké, fuck off. En het allerbelangrijkste, stop met dromen. Maak het gewoon waar. Dan moet het geen dromen zijn, dan is het realiteit. En als je er hard genoeg voor werkt, dan kan jij elke droom die je maar wil, gewoon realiteit maken. En dan kan je zo trots zijn op jezelf, dat je ervoor hebt gevochten, dat je alles hebt gegeven. Want de dingen die je vandaag doet, daar ga je morgen dankbaar voor zijn. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Heb ik jou kunnen motiveren? Zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, jongens, ik zie jullie morgen. Met een nieuwe video op mijn kanaal. Adios. Bitches.